Ik ben Arthur Vermeijen. Ik ben sinds mijn 6 jaar kind aan huis in de opera. En ik ben momenteel coördinator publieksontvangst en zaalpersoneel in de opera in Antwerpen. Ik ben bij het kinderkoor terechtgekomen door mijn zus die auditie ging doen. Ik was gewoon meegekomen ter ondersteuning, maar omdat ik er dan ook was, heb ik ter plekke beslist om ook een liedje te zingen. En zo zijn we allebei aangenomen. Voor mij is er toen een hele nieuwe wereld opengegaan. Dat is een beetje vergelijkbaar met voor andere kinderen de voetbal of de scouts, maar voor mij was dat veel meer. Omdat ook heel veel van mijn vrienden mee in het kinderkoor zaten en omdat ik daar zo door gepassioneerd was, voor mij was dat een heel groot deel van mijn leven. Op mijn 14e is mijn stem gebroken, is mijn stem laag geworden en dan zit een tijd er helaas op in het kinderkoor, dus moest ik stoppen. Ik heb dat heel erg gevonden. Het is echt een groot zwart gat voor mij geweest. Maar daarom is het nu ook heel leuk dat ik aan de andere kant van het podium kan werken. Dat gebouw is voor mij nog altijd iets heel magisch. Die 2 minuten voordat de voorstelling start, ik leef voor die sfeer. Ik vind dat een heel leuk gevoel. Waar ik het hardste naar uitkijk volgend seizoen is Der Zilberzee van Kurt Weill. Ik vind dat prachtige muziek. En Der Zilberzee is door dezelfde makers als Der Schmid van Gent 2 seizoenen geleden. En dat was zo indrukwekkend qua decor en regie dat ik heel hoge verwachtingen daarvan heb. En ik denk dat dat even geweldig gaat worden.